Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 21 december 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag opnieuw een SSTV plaatje, dit keer een iets langere. Dit is de minimale tijdsduur echter om een kleurplaatje te kunnen versturen. De afbeelding zoals ik die zelf ontvangen heb is na de uitzending ook te bekijken op www.pnlete.nl. Dit is opnieuw een kerstplaatje. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten. Het plaatje is in de standaard Robot 24. Robot 24. Uiteraard hebben we vandaag ook weer Contestia met de gebruikelijke instelling 125 bandbreedte bij 8 tonen. Noord-Korea en wat is er waar? Gisteren hoorde ik van verschillende amateurs dat P5KIM op de korte golf was gehoord. Dat was echter niet een station uit Noord-Korea. DOM 3Z9DX uit Polen heeft gisteren echter wel degelijk aangekondigd een demonstratie gegeven aan de Noord-Koreaanse autoriteiten. Hij werkte daarbij op 20, 15 en 10 meter enkele honderden stations, meest uit Azië. Volgens DX World gaat DOM op 22 december terug naar Beijing. De apparatuur die vooruitlopend op de expeditie begin volgend jaar naar Noord-Korea is gestuurd, blijft daar onder beheer van de Noord-Koreaanse autoriteiten. DOM werkte gisteren met 100 watt zendvermogen en gebruikte een verticale antenne op een paal van een hek. Tijdens de demonstratie werd DOM bezocht door diverse officials die dan kort bleven, waarna opnieuw enkele andere officials kwamen kijken of hem in de gaten kwamen houden. Het is maar hoe je het bekijkt. DOM gaat naar Beijing terug naar Polen om daar kerst te vieren. De tussen aanhalingstekens echte de expeditie vindt dan plaats in februari. In de maand januari zal PA2OLD met een speciale roepnaam Papa Alpha 1500 Delta Kilo Romeo in de lucht komen. De roepnaam is in het leven geroepen ter gelegenheid van de 1500ste aflevering van de Doetinchemse koffieronde die op 3 januari 2016 zal worden gehouden. Normaal begint die ronde op zondagochtend om 11 uur, maar die ochtend wordt er al om 10 uur begonnen om de mensen de gelegenheid te geven de speciale roepnaam te werken. Tussen 12.30 uur en 1300 uur is de gelegenheid de speciale call. Of is er ook gelegenheid om de speciale call te werken? De Doetinchemse koffieronde bestaat al 28 jaar en is in 1987 gestart door PE1 Kilo Hotel Kilo. De ronde heeft een flink aantal rondeleiders gekend. Tegenwoordig zijn dat 4. Dat is PD0NPA, PA0JAN, PA2SLL en PA2OLD. De laatste is ook geregeld te horen als inmelder na de uitzending van de Daily Minutes. In het begin werd de ronde op een simplexfrequentie gehouden, maar al snel verhuisde deze naar PI3DTC, de repeater van Doetinchem, waar de ronde ook zijn naam aan ontleent. Omdat het repeaterlandschap soms aan veranderingen onderhevig is, was het later noodzakelijk om te verhuizen naar de repeater PI3NIM. Door het grotere bereik van die repeater en de centralere ligging had dit een toename van het aantal deelnemers tot gevolg. Nou, het gaat lekker vandaag. Op 3 januari, ook op PI3NIM dus, is de 1500ste geen geringe prestatie. In de Chinese plaats Shenzhen heeft een aardverschuiving een groot aantal gebouwen van een industriepark verwoest. Op het moment van sluiten van deze uitzending is het officiële bericht van de Chinese overheid dat er 85 mensen worden vermist. Gezien de enorme ravage lijkt dat getal onwaarschijnlijk. Shenzhen is overigens de plaats waar, zo'n 20 kilometer uit elkaar, de bedrijven Wauxun en Quijing zich bevinden. Quijing is bekend van het merk Anytone en doet ook fabricage voor andere amateurmerken, onder andere Alinco. Op de website van de Veeron wordt uitgelegd hoe ieder lid van die vereniging via zijn afdeling een voorstel voor de jaarlijkse verenigingsraad begin volgend jaar kan indienen. Je kunt wel degelijk invloed hebben. Enkele jaren geleden haalde een voorstel van de afdeling Amersfoort bijvoorbeeld het overleg met agentschap Telecom dat het voorstel, het betrof toen de uitbreiding van de 40 meterband voor N-amateurs, serieus oppakte. De Arnhemse repeater PI2ANH komt weer terug. Naar verluid draait de hardware die van een nieuwe groep beheerders is momenteel proef in Oosterbeek. 2 maanden geleden moest de repeater uit de lucht. Die was tijdelijk opgesteld in Nijmegen. En dat was onder een andere beheerdersploeg dus. Op de website van PA3ANG een eerste beschrijving van een SDR-transceiver voor de Red Pitaya hardware. Red Pitaya is eigenlijk een meetplatform, maar er is nu ook software om de hardware als 10 milliwatt centontvanger te gebruiken. Erg de moeite waard dus op de site van PA3AlphaNovemberGolf.nl. Vandaag heb ik zelf voor het eerst wat op de nieuwe 60 meter band gedaan. Echt heel goed ging dat niet. Mijn antenne voor de lage korte golfbanden is momenteel niet uitgespannen. In afwachting van een boom die gekapt gaat worden binnenkort. Met de kortere antenne kreeg ik de boel niet afgestemd. Ook niet nadat ik een extra spoel had gewikkeld om wat inductie toe te voegen. Niettemin kwam ik met 2,5 watt en de onafgestemde antenne rond 3 uur 's middags wel degelijk ruim S7 binnen. Op de WebSDR ontvanger in Twente. Met 2,5 watt dus. Enige tijd later, toen de condities wat waren afgezakt, lukte dat echter helemaal niet meer.
Ten slotte zijn er nog twee meldingen primair gebruik, beide in Amsterdam. De eerste is van 31 december tot en met 2 januari. Het gaat om televisieopnames en de betreffende frequentie is 2360 MHz met een bandbreedte van 20 MHz. En verder vanaf 8 januari tot en met 9 januari ook in Amsterdam voor televisieopname en ook 2360 MHz met 20 MHz bandbreedte weer. En dan nu het SSTV-plaatje. Anderhalve seconde nadat ik mijn mond houd. Ik bied vooraf mijn excuses aan voor de enigszins lange tijdsduur. Zolang is vooralsnog de enige mogelijkheid voor mij om een plaatje ook in kleur te kunnen uitzenden. Ik zal het zeker niet iedere dag zo lang doen. Zoals eerder al gezegd, de afbeelding zoals ik die zelf ontvangen heb, kun je naar de uitzending bekijken op www.pa0ete.nl. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.